De Leiden Pride nog groter gevierd. Jaarmarkt Leidendorp blikt terug op succesvolle 6e editie. En de herinrichting van Wassenaars Dorpscentrum gestart. Centraal Plus. Weekoverzicht. Meer voor jou. Dit is het Centraal Plus Weekoverzicht. Josien Heijnen. Welkom bij het weekoverzicht van Centraal Plus. De tweede editie van de Leiden Pride trok zaterdag veel bezoekers naar de binnenstad van Leiden. Bijna 40 boten zorgden voor een feestelijke tocht door de Leidse grachten en vorig jaar deden er zo'n 20 boten mee. Nou, het grootste feestje van de Leidse binnenstad staat nu te komen. De tweede editie van Pride Leiden. Pride Leiden is een evenement, een zichtbaarheidsevent voor de LHBTIQA+ gemeenschap. Maar eigenlijk is het een event voor heel Leiden, voor alle mensen die hier natuurlijk wonen. Want we zijn trots op onze stad. Pride Leiden heet ook trots op Leiden. En als je een beetje ambassadeur bent van je stad, dan denk ik dat je dit feestje ook wel leuk vindt. De peurbakkentocht is vroeg dit jaar. Ja, het is. Maar allemaal homo's. Maar wel gezellig hoor. Ja, ja, het is echt gezellig. Het is voor mij de eerste keer, maar we gaan het beleven. We zijn vorig jaar voor het eerst geweest en je merkt nu, toen was het nog vrij klein. En nu merk je dat het veel groter is en dat mensen er gewoon behoefte aan hebben. Omdat Pride voor iedereen beschikbaar moet zijn. En Pride is iets heel goeds voor de community. Omdat ik vind dat iedereen zichzelf mag zijn. Wij vieren als gemeenschap niet dat we homo, lesbisch of trans zijn, maar dat we niet vervolgd worden. En in plaats van dat hetero mensen zich zouden afvragen waarom zij geen pride hebben, moeten ze misschien blij zijn dat ze er niet eentje nodig hebben. Vorig jaar was de eerste keer pride, ja. En nu de tweede keer. En we kunnen eigenlijk eerlijk zeggen dat het maakt niet uit wie je bent, wat je doet, hoe je je ook voelt. Iedereen houdt van slechte muziek. Nou, hallo, daar zijn wij. De 6e editie van de Jaarmarkt Leidendorp vond vorige week zaterdag plaats op de Laan van Berendrecht en het Statendaalderplein. Mede door het zonnige weer wordt er teruggekeken op een succesvolle editie. De markt werd om 10 uur geopend door burgemeester Tjarda Struik en wethouder Herman Romeijn. Van modelvrachtwagens tot massages en van kledingstukken tot schoonmaakartikelen. Alles was zaterdag te vinden op de Laan van Berendrecht, die weer was omgetoverd tot jaarmarktterrein. In principe dezelfde opzet als andere jaren, maar wel nieuwe themapleinen zijn erbij. Heel veel deelnemers ook voor het open podium. Ook heel divers, van zang, dans, het staat er eigenlijk allemaal. Ja, wat ik zei, die themapleinen die we nu hebben en gewoon heel veel aanbod op de markt. En natuurlijk ook weer de cultuurhoek, het cultuurplein van de gemeente. En het college wat al de hele dag in gesprek is met alle bezoekers. Je ontmoet je eigen dorp met ondernemers die hier zijn, maar ook de activiteiten die we allemaal te bieden hebben in Leidendorp. Dus een goede mengelmoes van alles. Want we hebben ook wel een spreekuur, dan moeten inwoners weer bij ons op kantoor komen, op het gemeentehuis. En wij willen nu gewoon wat dichter naar mensen toe komen. Dat doe ik natuurlijk door een wandelingetje, gewoon 's avonds bijvoorbeeld, dan ontmoet ik ook Leidendorpers. Maar dit is gewoon wat anders. Ik heb hier veel meer mensen die ik in één keer kan spreken. Wij proberen eigenlijk nieuwe leden te krijgen, want wij organiseren 10 keer per jaar een hele leuke, interessante lezing. In de Schepperskerk over kunst, cultuur en alles wat daarbij hoort. Maar ik was uitgenodigd door mijn collega schoonmoeder en ik heb heel veel brandspulletjes. Ik doe laserbranden en leuk om te verkopen voor een leuk prijsje, dus vandaar. Ja, onwijs gezellig. Ook de mensen die voorbij komen, hartstikke gezellig. Iedereen maakt een praatje en vraagt wat verkoop je, waarom verkoop je. Inderdaad, zoals jij, die krijg ik steeds aan mijn stand. Heel leuk. En ook de organisatie kijkt tevreden terug. Het is altijd natuurlijk spannend wat het weer gaat doen. Gisteravond hebben we best wel veel regen gehad, maar nu, vandaag, is het stralend weer. En het is druk en gezellig. Overdag is Adrie van Diemen uit Zoeterwoude-Rijndijk sportwetenschapper, maar 's avonds jaagt hij op ratten. Met nachtzichtapparatuur en een persluchtgeweer gaat hij op pad om de beestjes te bestrijden. Dat doet hij voor boeren, bedrijven of particulieren die last hebben van de knaagdieren. Met 2 uurtjes jagen is het rattenprobleem meestal opgelost. Adrie is vanavond bij een boer met rattenoverlast. Hij werkt altijd in het donker, want dan komen ratten in actie. Hier zit er eentje. Nou, als ik dan de rat gevonden heb met een nachtzichtapparatuur, met een thermische zoeker,
Dan zet ik mijn geweer op een schietstok. Dan meet ik met een laser de afstand tot die rat. En dan zoom ik in en dan kan ik heel zuiver schieten en dan schiet ik met één schot de rat dood. En nu? Ja, nu ligt hij daar. Dan laat ik hem nog even liggen. Want dan verstoren we de andere ratten niet. Dus we kijken nu heel zachtjes even op een ander plekje. In het kippenhok. Sinds december vorig jaar is het gebruik van rattengif verboden. Daarom wordt Adrie als ecologische rattenbestrijder steeds vaker ingeschakeld. Als je gif gaat gebruiken, dan lijden ze dag tot dagen, een week. En een hele pijnlijke, langzame dood hebben ze. En ze lopen versuft over het erf. Dan worden ze gegrepen, 's nachts door een uil of door een ander dier. En die eet die rat op en krijgt daarmee het gif binnen. De beestje is op slag dood, heeft niets geleden. Heb het geluid niet eens gehoord. Boem, weg. Dus ja, veel beter dan gif, hè? Zijn liefde voor de natuur bracht hem tot deze uit de hand gelopen hobby. Ik doe dit 1 à 2 avonden in de week. Dus dan zou je zeggen, het is een deeltijdberoep. En het andere deel ben ik sportwetenschapper. En dan begeleid ik professionele atleten in hun training. En dat is heel veel computerwerk. En ik ben buiten geboren, opgegroeid. Dus ik wilde ook wat doen aan het behoud van de natuur. En ben ik hier uitgekomen. Bij het plein in Wassenaar werden maandagmiddag de werkzaamheden aan de dorpskern officieel gestart. Wethouder Laurens van Doeveren mocht de allereerste steen uit de grond halen. Wethouder Laurens van Doeveren mocht de allereerste steen uit de grond halen. En daarmee is de herinrichting van het Wassenaarse dorpscentrum maandag officieel van start gegaan. Onze oude inrichting is bijna 30 jaar oud. Sleets. Het idee is om het helemaal op te knappen. Er komen betere voorzieningen om te zitten. Veel meer bomen, het wordt groener, meer plekken voor je fiets. Dus het wordt eigenlijk een totaalplan om het hele centrum, alle belangrijke winkelstraten, gewoon echt op te knappen en naar deze tijd in te richten. Passend bij het mooie Wassenaar. We gaan een jaar gaat het centrum worden verbouwd. Dus natuurlijk geeft dat ook op zijn tijd overlast. We hebben gelukkig een aannemer die hier in de Langstraat een eigen kantoortje heeft waar je binnen kan lopen voor vragen bijvoorbeeld. En we doen het stap voor stap. Dus we hebben in de planning zoveel mogelijk rekening gehouden met ondernemers. En ik zeg tegen alle Wassenaarders, blijf vooral hier komen. Want het centrum gaat echt niet dicht. Het wordt alleen verbouwd en het wordt alleen maar mooier. En het geeft wat overlast. Maar dan gaan we proberen zo goed mogelijk met ondernemers af te stemmen en in te richten. Eind 2025 moeten alle werkzaamheden klaar zijn. De 41-jarige verdachte E zegt deze maandag wel 4 keer dat het hem spijt in de korte verklaring die hij voorleest in de Haagse rechtbank. Hij richt zich rechtstreeks tot de ouders van de 22-jarige Luca uit Voorschoten. Hij wordt ervan verdacht dat hij in juni van dit jaar Luca heeft doodgestoken in een woning aan de professor Lorenslaan in Voorschoten. Luca wordt in de vroege ochtend van 1 juni doodgestoken in het huis van een overbuurvrouw. Hij is meerdere keren gestoken in zijn borst en lichaam. Verdachte E wordt kort daarna aangehouden in Leiden. Over de steekpartij wil hij vandaag in de rechtbank alleen kwijt dat het hem spijt en dat hij niet met opzet handelde, maar uit angst. Ik vind het vervelend voor wat er met u, geliefde, is gebeurd. Het spijt me voor de gebeurtenis en de pijn en de verdriet en uw verlies. Het spijt me. De ouders van Luca kunnen daar niets mee, zegt hun advocaat na afloop. Uiteindelijk krijg je dan een excuses. En daar konden ze eigenlijk helemaal niks mee. Want ja, het was angst, het was geen opzet en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk gewoon in de lijn met de uiteindelijke verdediging, zeg maar. Dus de familie heeft eerder het gevoel dat het een soort van processtrategie was. Dan dat het een oprechte excuses was. De dag van vandaag was ook zwaar voor de familie. Zo'n eerste pro forma, voor het eerst met oog in oog met de verdachte. Dus met degene die je zoon om het leven heeft gebracht. Ja, dat is iets waar heel de familie tegenaan heeft lopen hikken. Luca's voetbalclub, Voorschoten 97, herdenkt de vermoorde teamgenoot 3 maanden geleden. En vorige week speelt het team de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Voor Luca, zo vertelt zijn stapmaatje en teamgenoot. Wij zijn met het hele team zijn we als eerst naar het graf gegaan. We waren allemaal heel enthousiast op de parkeerplaats. Toen waren we bij het graf aangekomen en toen was het in één keer stil, doodstil. En toen werd na een tijdje het ijs gebroken, zijn we naar de voetbalclub gegaan en hebben we weer een topwedstrijd gespeeld voor hem. Zo gaan we het hele seizoen in, voor hem.
De verdachte wordt de komende maanden psychologisch onderzocht en opnieuw verhoord. En de volgende zitting is op 3 december. Het buitenzwemseizoen in Zoeterwoude-dorp is woensdagavond traditioneel afgesloten met het hondenzwemmen. 1 keer per jaar mogen hondenbezitters met hun trouwe viervoeter het zwembadwater in. Doordat het echt hondenweer was, het was bewolkt en er viel wat regen, kwamen er slechts een handjevol geïnteresseerden op het evenement af. Het loopt niet echt storm, hè? Nee, het is ook niet echt een lekker temperatuurtje om te zwemmen op het moment. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar hondenweer? Ja, een beetje wel. Nou, het regent nog niet. Het is nog droog, maar nee, zonnig is het niet. Ieder jaar eigenlijk aan de afsluiting van het seizoen is het hondenzwemmen. Dus ja, iedereen die een hond heeft mag komen met zijn hond in het water in. Er zit geen chloor meer in het water, dus het is helemaal goed voor de honden. Ja, nou, ze hebben het meestal naar hun zin. Daarvoor doen we het ieder jaar weer, dus leuk. Ik heb geen hond, nee, ik kom alleen maar kijken vandaag en opletten dat niemand verdrinkt. Ja, het seizoen zit erop. Wat ga je nou de rest van het seizoen doen, of in de winter? Nou, ik moet nu weer gewoon naar school, dus daar heb ik mijn tijd weer mee gevuld. En dan volgend jaar misschien weer terugkomen als badmeester. Vrijdag maakte wethouder Yvonne van Delft een start met de aanleg van de eerste poffers in het park van het Energiepark. Dit zijn ronde vormen in het gebied waarop initiatieven vanuit de omgeving gerealiseerd kunnen worden. Ja, we zien hier achter een poffertje. Kijk, een poffertje. Dit is de plek, eigenlijk een deel van het Singelpark zometeen, wat we nu al teruggeven aan de stad. Dit is een deel van Energiepark. En die ronde vormen, dat waren vroeger waar de gashouders stonden. En nu gaan we die 40 stuks in totaal gaan we invullen op totaal verschillende manieren. En dat doen we met de stad samen. Er zijn een aantal initiatiefnemers. Onder andere EST, Arndt Foundation. Die gaan met hun kunstwerk in een van de poffers, zoals we dat noemen. Onder andere Eduard Groen van de Bomenbond. En Joost, samen die van Eetbaar Land is. Die gaan ook een poffer invullen. En dat zijn de eerste twee. Het is natuurlijk best een groot gebied, deze gebiedsontwikkeling. En dan zie je vaak dat we pas op het einde het groen aanleggen. En nu zijn we ermee begonnen. Ook om het aantrekkelijk te maken, omdat er gewoon veel veranderingen zijn in de komende tijd. En daarna moet natuurlijk het Singelpark hier echt ook weer netjes op aangesloten worden. De eerste twee zijn in ieder geval echt omschreven. En er zijn al wel wat ideeën, maar er zijn echt nog mogelijkheden genoeg. Als je een idee hebt, kom je melden bij de gemeente. Tot zover het weekoverzicht van Centraal Plus. Je blijft op de hoogte van het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar via onze website, radio en televisie. En natuurlijk kun je ons ook volgen via onze socials. Nog een fijne dag. Centraal Plus.